60 jaar getrouwde stellen kregen een high tea aangeboden. John de Eerste is de nieuwe stadsprins van Knienenburg. Canadese ambassadeur bij Remembrance Day. Convenant moet overlast van jeugdgroepen voorkomen. Eerste buitengewoon business event in Omnisport. Op deze locatie komen straks 400 asielzoekers. Loes Arends is de nieuwe ambassadeur voor het VMBO. En Groenwerk XL werd beloond met PSO-certificaten. In de Keizerskroon werden zaterdagmiddag 22 getrouwde stellen door het college van burgemeester en wethouders in het zonnetje gezet. De echtparen zijn dit jaar 60 jaar getrouwd en kregen geen bezoek thuis, maar kregen van de burgemeester en wethouders een high tea aangeboden. En hoe is het ontvangen, denkt u? Nou, ik heb net bij de entree, hè, toen de bruidsparen zeg maar, allemaal binnenkwamen, heb ik echt ook even aan hun gezegd. En ze kwamen spontaan met de reactie, geweldig dat u dit organiseert. En ja, mensen is het ook een beetje ontlasten, hè? Dus dat ze zelf niet, maar dat wij het doen. En dat doen we met veel plezier. En tegelijkertijd vinden ze het ook heel leuk om allerlei andere mensen weer te ontmoeten. Want vaak heb je toch, als je wat ouder wordt, dat je wel wat meer vereenzaamd. En op deze manier krijg je toch binding. Sommige mensen waren bang dat, het stond laatst in de krant namelijk, dat het zou afgeschaft zou worden. En ze waren bang dat hun dat net miste. Nee, nou, maar u ziet wat we doen, hè? Dus absoluut niet, nee. Om voortaan de jubilerende echtparen gezamenlijk te feliciteren, blijkt een schot in de roos te zijn. Wat vindt u ervan dat de burgemeester en het college dit organiseert? Dat vind ik heel leuk. Want ik dacht al toen wij aan de beurt kwamen, er stond in de krant dat de burgemeester zo moe worden van zoveel echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, dat ze niet meer aan de deur komen. Ik denk nou, net wij aan de beurt zijn, is de burgemeester moe. Maar nu hebben ze dit georganiseerd, dus ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, want zulke dingen kom je niet zo vaak tegen. Ze komen niet zo vaak tegen. Dus als de burgemeester dat doet, vind ik het best. Want die burgemeester die ken ik al jaren. Dat je uitgekozen wordt om deel te nemen aan zo'n gelegenheid. En toevallig dat ik mijn man kende. En Apeldoorn beviel ons goed. Dus we hebben hier naar een woning gezocht. Je bent geen echte Apeldoornse. Ik kom uit Zuid-Limburg. Dat is wel wat anders dan Apeldoorn. Zeker. Wethouder Nathan Stukker bleek op dezelfde dag getrouwd te zijn als op de trouwdag van de familie Viera. Het scheelt echter wel veel in jaren. Ja, op 23 september. Alleen hij is net 30 geweest, denk ik. Ja, hij is maar 12,5 jaar getrouwd. Ja, en wij diamanten. Echtpaar. Broekie nog. Ja, precies. Na zoveel jaren kan het zijn dat bepaalde momenten niet meer zo scherp in het geheugen liggen. Want ik ben van Nieuw-Millingen. Dus daar heb ik hem gekend. Hij is uw buurman bijna. Nou, bijvoorbeeld, ja. Ja, dus hij kwam daar leerling, zal ik niet zeggen. Maar ik bedoel, als een dienstplichtige, kwam hij daar. Dus ik zag hem. Ja, we horen net dat uw buurman ook uit Nieuw-Millingen komt en u les heeft gegeven tijdens uw dienstplicht. Kan u dat zich nog herinneren? Dat mij les gegeven? Dat kan niet, want ik heb helemaal geen dienstplicht gehad. Dat zegt hij. Oh, nou ja, misschien. Het zou misschien wel... Nee, mijn broer ook niet. Ik heb twee broers. In die generatie van mij had je dus twee... ik heb vier broers of drie broers dan. Maar dan had je broederdienst. Ik heb niet in dienst gezeten, dus het lijkt me sterk. Sommige diamanten echtparen zijn nog stapelverliefd op elkaar. Het is nog steeds liefde, hoor ik net. Want de burgemeester zag uw hand in hand binnenkomen. Oh ja. Ja. Wat is de tip? Want wij snappen het niet zo goed. Ik en de cameraman. Het had het aan mij over. Dus als hij het alleen voor het kiezen had gehad, dan was hij hier nooit naartoe gegaan. Zegt hij, maar als jij gaat en je wilt er graag naartoe, dan ga ik met je mee. Hoe houdt u een 60 jaar een huwelijk vol? Oh ja, dat gaat vanzelf. Als je kinderen hebt, dan gun je die kinderen een vader en een moeder. En ik vind niks verschrikkelijker voor kinderen als ouders scheiden. En dat zijn wij ook niet gewend in onze familie. Als je getrouwd bent, ben je getrouwd. Dan heb je voor de kinderen te zorgen. En we hebben vier lieve kinderen, we hebben zelfs wel kleinkinderen. Het college wil zo'n gezamenlijk feest voor diamanten bruidsparen voortaan gaan organiseren. Ik denk dat we
twee, drie keer per jaar dit te gaan doen. Ja, en als dit zo aanslaat, en ik heb het vermoeden dat het echt aanslaat, hè, dus dan gaan we dit twee, drie keer doen per jaar. Na afloop kregen de echtparen een bloemetje en dit geschenk mee. 2 mannen van 22 en 25 jaar zijn vrijdagavond betrapt op een bedrijventerrein in Heerde. Een ondernemer had de mannen daar zien rondhangen, waar de laatste tijd vaker werd ingebroken. De mannen sloegen op de vlucht met een auto richting Apeldoorn. De ondernemer reed daar achteraan en belde de politie. In de Apeldoornse wijk Zuidbroek werden zij op aanwijzing van buurtbewoners via een buurtapp door de politie opgepakt. De twee verdachten komen allebei uit Veenendaal. Zaterdagavond werd in het gebouw van de Duivensport de nieuwe Stadsprins met zijn gevolg voor het publiek gepresenteerd. Volgens de traditie werd dit 12 uur eerder gedaan, omdat dat organisatorisch beter uitkwam. Na een show van heksen kwamen de Stadsprins en zijn gevolg het toneel op. John de Eerste is de nieuwe Stadsprins voor het carnavalseizoen 2018-2019. Hoe is dat om Stadsprins te zijn? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Waarom? Nou, dat is gewoon een hele grote eer om Stadsprins van Apeldoorn te zijn. Ja, en wat ga je allemaal doen? Ja, wat gaan we doen? We gaan een feestje bouwen. Maar je moet niet vergeten dat carnaval vieren niet alleen maar bier drinken is. Wat dan? We denken ook aan de minderbedeelden. We gaan ook naar Groot-Schuilenburg, naar die mensen carnaval vieren. Dus dat hoort ook bij het carnaval. Dat is heel mooi. Maar dan ben je wel een heel jaar onderweg, of niet? Ja, wij zijn heel druk. Wij zijn vanaf vanavond zijn wij tot aan de kerst zitten we gewoon vol. En het nieuwe jaar zitten we ook gewoon vol tot aan de carnaval. Gewoon elk weekend weg. Maar heb je zoveel tijd dan? Ja, daar moeten we tijd voor maken. En hoe doe je dat? Ja, het is meestal 's avonds. Dus in principe overdag kunnen we gewoon werken en uitrusten en slapen. Uitslapen op het werk? Ja, zeker. Dat doen we gewoon. De stadsprins wordt vergezeld door prinses Daphne en stadspage Marlissa. De nieuwe jeugdprins heet Tycho en de nieuwe jeugdprinses is Lissy. Tijdens het carnavalseizoen wordt Apeldoorn omgedoopt tot Knienenburg. Peter van Asselt, voorzitter van de carnavalssociëteit Het Sleutelveugeltje, weet waar die naam vandaan komt. In het verleden werden er in Apeldoorn, onder het spoor, waren we heel sterk in Apeldoorn, om viaducten onder het spoor door te graven. Daarbij kwamen heel veel konijnenhollen tegen. De Veluwe, veel konijnen. Toen zijn een aantal heren hebben bij elkaar gezeten in 1959, die hebben de carnavalsvereniging opgericht. En die kwamen op het ludiek idee, we gaan Apeldoorn Knienenburg noemen. Vanwege de konijnen die in de burg, noemen ze dat, die onder de spoorviaducten werden doorgegraven. De pronkzitting duurde maar tot 12:30 s'nachts. Zondag werd bij het monument de man met de twee hoeden de Eerste en de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het was zondag precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog beëindigde. Bij de Remembrance Day waren burgemeester John Berends en de Canadese ambassadeur Sabine Nulke aanwezig. Scholieren van het KSG droegen gedichten voor. Wie noemt de naamlozen? Na 40, 50, 60 jaar. Nog altijd geen bericht. Geen landkaart uit te vaardigen. Met tekens bij de kuilen. Geen handvol eigen grond. Waarin zij zijn bewaard. Na de gedichten werden er kransen gelegd door onder andere de Canadese ambassadeur en de burgemeester van Apeldoorn. Daarna werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. Leerlingen van de Heuvelaanschool legden bloemen en namen van Canadese gesneuvelde militairen op het monument. Speciaal voor deze herdenking stond er een erewacht van de luchtmacht. Een bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en klapte tegen een lantaarnpaal op. Dat gebeurde zondagavond aan de Sluisoordlaan in Apeldoorn. De bestuurder, een vrij jonge man, kwam met de schrik vrij. De bestelauto raakte zwaar beschadigd en moest door een bergingsbedrijf worden weggehaald. De lantaarnpaal moet worden vervangen.
Door het ongeval deed een klein deel van de straatverlichting het niet meer. Stiemens, Don Bosco, politie en de gemeente Apeldoorn hebben maandagmiddag gezamenlijk een convenant ondertekend. Met het uitwisselen van elkaars gegevens over jongere groepen die overlast of zelfs strafbare feiten plegen, hopen de partijen hiermee de signalen eerder op te kunnen pakken. Wethouder Detlef Siso vindt dit convenant van groot belang. Ik ben er heel erg blij mee dat we tot een betere samenwerking komen tussen verschillende partijen. Want hier gaat het niet alleen om de gemeente, politie, Stiemens, jongerenwerkers, BOA's, etc. Maar wij proberen samen ons best te doen om jongeren die opvallen, laat ik het maar zo noemen, beter van dienst te kunnen zijn. En daar hoort gegevensdeling hoort daarbij. Door de gegevens te gaan verzamelen, kan de overlast of strafbaar gedrag door jeugdgroepen preventief worden bestreden. Met die gevoelige informatie wordt zorgvuldig mee omgegaan, benadrukt de wethouder. De informatie die wij verzamelen, uitwisselen, en dat wil ik even benadrukken, niet in allerlei grote bestanden terechtkomen, opgeslagen worden en door allerlei diensten gebruikt worden. Dit gaat echt tussen collega's, tussen betrokken instellingen, zodat we de jongeren snel kunnen helpen. Privacy dient beschermd te worden en je kunt niet zomaar van alles in het wilde weg uitwisselen. Dat is een goede zaak, want het gaat ook om de rechten van het individu. Zo'n convenant maakt het wel mogelijk dat je onder bepaalde voorwaarden, op bepaalde manieren, wat echt noodzakelijk is om goed te kunnen werken, uitwisselt. Maandagmiddag stond er een schoorsteen in brand aan de Beeklustweg in Apeldoorn. De brandweer heeft breekwerkzaamheden moeten verrichten om bij de brandhaard te komen. Na controle met een warmtebeeldcamera bleek dat de brand nog niet was bestreden. Na anderhalf uur was de schoorsteenbrand geblust. Hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt is niet bekend. Maandagavond heeft er een kleine brand gewoed in het verzorgingshuis Avondzon aan de Eendeweg in Apeldoorn. Door nog onbekende oorzaak vatte een gordijn vlam. Verzorgend personeel belde de brandweer en probeerde intussen de brand te blussen. De brandweer was snel ter plaatse, net als twee ambulances. Door de brand werden enkele appartementen tijdelijk ontruimd. De bewoners werden in de recreatiezaal opgevangen. Een verzorger moest met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis worden gebracht. De bewoner en een andere verzorger konden ter plekke worden behandeld. Na ruim een uur konden de bewoners weer terug naar hun woning. Voor het kruispunt Stadshouderlaan, Europaweg en Laan van de Mensenrechten vond er dinsdagmiddag een aanrijding plaats met twee auto's. Daarbij raakte een bestuurder gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto's tegen elkaar, waardoor één auto doorschoot en een betonnen afzetting ramde. Beide auto's liepen veel schade op. De aanrijding zorgde voor veel oponthoud voor het verkeer. Dinsdagavond vond er op de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn een vreemd eenzijdig ongeval plaats. Door nog onbekende oorzaak reed een auto de weg over en ramde daarbij een verkeersbord en kwam tegen een muurtje tot stilstand. De bestuurder werd met zwaar letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De auto raakte totaal los en werd door een bergingsbedrijf afgevoerd. De schade aan het muurtje is aanzienlijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit vreemde ongeval. Voor het eerst wordt er een business event voor de regio gehouden. Dat is hard nodig, vindt de organisator Theo Gerrits. Het komt eigenlijk nog te veel voor dat die mensen elkaar niet kennen en elkaar ook niet opzoeken. En dat is eigenlijk een gemiste kans, want er ligt zoveel potentie in de Stedendriehoek dat wij vinden dat we daar een rol in moeten spelen. Het is eigenlijk een heel groot soort netwerkbijeenkomst, maar dan net even anders. Ja. Eigenlijk wat vroeger een beurs was, dat waren steentjes met ondernemers en bezoekers. En dat moest elkaar dan vinden, opzoeken. Tegenwoordig zie je dat een beurs meer een event is of een festival, noemen we het ook eigenlijk wel. En waar ook een congres aspect aan zit. Dus er zijn lezingen, er zijn workshops en dat soort zaken. Maar zo'n 47 standhouders gaan hun producten op het gebied van schone techniek aan het publiek tonen. Het buitengewoon business event moet de overheden, het bedrijfsleven en andere initiatieven met elkaar verbinden. Daar staat het regionaal zaken doen in centraal.
Het event staat er woensdag en donderdag in het Omnisport en is van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds te bezoeken. Ook volgend jaar komt er een business event, nog niet bekend is wanneer. Een ruime meerderheid van de politieke partijen in Gelderland willen de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport van tafel hebben. Dat is het antwoord op de brief die minister Cora van Nieuwenhuizen naar de gedeputeerden van Gelderland had gestuurd. Daarin had de minister geschreven dat de laagvliegroutes 3 jaar er zullen komen, maar daarna verdwijnen. Volgens de meeste partijen van Gelderland staat dat haaks ten opzichte van hun beleid over de geluids- en milieunormen binnen de provincie. De motie geeft hiermee een stevig signaal af naar de Tweede Kamer en de regering. De middelbare school De Heemgaard in Apeldoorn bestaat 30 jaar. Vanaf afgelopen dinsdag tot de zomervakantie worden voor de leerlingen en het personeel allerlei activiteiten georganiseerd. Dinsdag vond de start van het jubileumjaar plaats met de onthulling van een nieuwe beschilderde trap. De trap was grijs, maar heeft nu de kleuren van de regenboog gekregen. Het idee kwam van de leerlingen zelf. De regenboogtrap symboliseert dat je op deze school jezelf mag zijn en respect en vertrouwen voor de ander hebt. De grote regenboogtrap leidt naar de derde verdieping van de school. Het Centraal Orgaan Opvang voor Asielzoekers, kortweg COA, gaat nu toch gebruik maken van het oude UWV-pand aan de Christiaan Geurtsweg in Apeldoorn. Daar worden straks tijdelijk 400 asielzoekers ondergebracht. Het heeft te maken met het feit dat asielzoekers langer in de opvang van het COA verblijven. En het komt door 3 redenen. Enerzijds moeten asielzoekers die een status hebben gekregen, een verblijfsvergunning, langer wachten op een woning. Er is veel krapte op de arbeidsmarkt in heel Nederland. Anderzijds duren de aanvragen voor een vergunning wat langer. De doorlooptijden van de procedures zijn langer. En dat heeft er ook mee te maken dat er een lichte stijging is van de instroom in Nederland sinds de zomer. Door de lange wachttijden van de immigratiedienst en de trage doorstroming van statushouders zit het COA nu met volle bestaande asielzoekerscentra. We zoeken 5000 plaatsen door heel Nederland en we zijn een tijdje geleden al begonnen om de reserveplekken in bestaande AZC's op te vullen. Dus bijvoorbeeld in het AZC in Zutphen, maar ook in het AZC in Harderwijk en nog op veel meer plekken in Nederland hadden we reserveplekken en die zijn inmiddels bewoond door asielzoekers. En nu zoeken we ook tijdelijke plekken buiten de AZC's. De 400 extra asielzoekers verblijven straks tijdelijk in Apeldoorn. Ja, het gaat om ongeveer 1,5 jaar in het pand aan de Christiaan Geurtsweg. En dat hadden we al eerder op het oog voor opvang van asielzoekers. Is toen ook al geschikt gemaakt. En dat pand dat is nog steeds beschikbaar. Dus we zijn heel blij dat we daar weer gebruik van kunnen maken. Waar komen deze mensen vandaan? Komen die echt van buiten? Zijn die nieuw of komen die inderdaad uit andere locaties? Dat kan beiden. Het zullen in eerste instantie mensen zijn die net in Nederland zijn. Dus die de eerste opvang hebben gekregen in Ter Apel of in Budel. En vervolgens naar andere locaties gaan om daar hun procedure af te wachten. Dat zal de grootste groep zijn. Eind dit jaar of begin volgend jaar komen de eerste asielzoekers naar Apeldoorn. Nou, wij verwachten ongeveer 1,5 maand nodig te hebben om het pand gereed te maken en de verwarming opnieuw aan te sluiten, ruiten te herstellen, in te richten. En na ongeveer 1,5 maand hopen we dat dat klaar is. Geleidelijk aan nemen de asielzoekers hun intrek aan de Christiaan Geurtsweg. Het COA zoekt voor deze locatie nog wel vrijwilligers. We kunnen zeker ook vrijwilligers heel erg goed gebruiken. Heel erg fijn als mensen een bijdrage willen leveren ook aan de opvang. En met name activiteiten voor kinderen of taallessen worden vaak door vrijwilligers gedaan. En als mensen in Apeldoorn daar hun bijdrage in willen leveren, dan zijn we daar heel erg blij mee. Waar kunnen ze zich melden? Op dit moment kunnen ze zich nog melden bij de gemeente. En de locatie is nog niet open, er is nog geen personeel, er is nog geen locatiemanager. En de gemeente heeft een e-mailadres geopend waar alle vragen over het AZC aan de Christiaan Geurtsweg gesteld kunnen worden. En dat is opvang@apeldoorn.nl.
Het is de SP Apeldoorn een doorn in het oog dat kinderen en jongeren in de omgeving van de gemeente niet zijn ingeënt. Nog geen 78% van deze doelgroepen zouden zich hebben laten inenten volgens een artikel van de NOS. De keuze om een kind niet te laten inenten kan directe gevolgen hebben op andere kinderen en is zelfs levensgevaarlijk, zegt de SP. De partij heeft vragen aan het college gesteld wat er wordt gedaan om de vaccinatiegraad in Apeldoorn te verhogen. Ook wil de SP van het college weten of niet ingeënte kinderen geweigerd kunnen worden op de kinderdagverblijven. Voor de tweede keer werd de verkiezing ambassadeur voor het VMBO in Apeldoorn gehouden. Dat gebeurde donderdagmiddag op het Velux College Korte Bos onder de titel Trots op VMBO. Van de 9 geselecteerde leerlingen bleven er bij de finale 3 over. En dat waren Kim Nokkert van het Edison College, Wessel Rauw van het Velux College Korte Bos en Loes Arends van het Sprengelo. Zij moesten ieder aan een driekoppige jury duidelijk maken dat hij of zij de beste ambassadeur voor het VMBO is. Het werd uiteindelijk Loes Arends. Zij mag zich een jaar lang ambassadeur noemen voor het VMBO in Apeldoorn. Om haar taak te kunnen vervullen kreeg Loes een geldbedrag van €500 mee. Wat ga je doen als ambassadeur? Eigenlijk ben je al heel goed bezig, hè? Ja, ik denk dat ik heel veel voor de school ga doen en voor andere scholen. Dat ik ze echt wel laat zien wat het VMBO eigenlijk te bieden heeft. Want dat heb je heel duidelijk uitgelegd in jouw presentatie, hè? Ja. En wat ga je doen met het geld? Het is je al gevraagd, maar zeg het nog eens. Aan mijn handelteam is investeren. Dus leuke dingen, bijvoorbeeld voor je spier of zoiets. En voor mijn vervolgopleiding kan ik ook nog een hele goede laptop kopen. Dus dat wil ik ook voor gaan sparen. Trots op VMBO is een initiatief van 3 scholen. Het Velux College Kortenbos, het Edison College en Sprengelo. En dat in samenwerking met de gemeente Apeldoorn. Onze leerlingen, onze docenten, wij zijn met z'n allen trots op het VMBO. En deze leerlingen leren krijgen fantastisch onderwijs. En die krijgen daardoor beroepen die we heel hard nodig hebben. En als je nou luistert naar de interviews die net gegeven zijn, of in ieder geval de presentaties, wat vind je daarvan? Daar word ik helemaal warm van. Daar staan 3 kinderen die zich ongelooflijk goed hebben voorbereid. En die een prachtige presentatie laten zien. Die zelf als leerling heel trots zijn dat ze op het VMBO zitten. Dat ook uitstralen. Ja, dat vind ik fantastisch. Dan word ik nog trotser. Volgend jaar wordt er weer een ambassadeur gekozen. Mogelijk dat er dan een 4e school zich daarbij aansluit. Want er is nog 1 VMBO-school in Apeldoorn, dat is de Fruitierschool. En ik hoop dat die ook mee gaat doen. Die hadden we nog niet gevraagd, maar dat gaan we wel doen. Het hoveniers- en groenverzinningsbedrijf Groenwerk XL heeft vrijdag 2 certificaten gekregen. Dat is het certificaat prestatieladder sociaal ondernemen. En dat betekent dat wij 30% of meer, in dit geval is zelfs 49% van onze mensen, hebben een afstand tot de arbeidsmarkt gehad. Die zitten in het doelgroepenregister en die werken nu gewoon volledig bij ons op contract. Daarmee is Groenwerk XL een van de bedrijven die een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Zij kregen de PSO-certificaten treden 3 en 30 plus overhandigd door wethouder Mark Sandman. Zij hebben zelf heel veel mensen met een kwetsbare achtergrond een kans gegeven binnen een organisatie. En die mensen ook behouden voor de organisatie. Dus vandaar dat zij heel hoog scoren op de prestatieladder sociale ondernemen. De wethouder vindt dit bedrijf een voorbeeld voor andere Apeldoornse bedrijven. Ik vind het een heel goed voorbeeld waarin bedrijven gewoon laten zien dat het gewoon kan. Dat de hele discussie over of het soms lastig is of niet om mensen met welke afstand tot de arbeidsmarkt ook in dienst te nemen. Ja, bewijst zo'n bedrijf als Groenwerk XL dat het gewoon kan, dat je daar gewoon een heel goed bedrijf mee kan hebben. En een bedrijf met hart en ziel. Ook kan hebben. Dus volgens mij is dat een heel mooi voorbeeld. En daarom vinden we het als gemeente ook zo belangrijk om even Groenwerk XL vandaag in het zonnetje te zetten. Mark Jacobsen werkt bij het bedrijf en is heel enthousiast. Ja, leuk met collega's om met collega's te werken. Lekker samenwerken. Ja, lekker samenwerken. En dat doe je 5 dagen in de week? Ja, 5 dagen. En heb je ook nog opleiding?
Nee, ga ik wel doen. Morgen is het wisselend bewolkt met zon en blijft het nagenoeg droog. Er staat een stevige noordoostenwind en het wordt een graad of 6. In de avond en nacht is het vrijwel bewolkt, maar blijft het droog. Er staat een stevige koude wind en het kwik daalt naar de 1 graad. Dinsdag is het bewolkt met in de avond en nacht kans op sneeuw. Er staat een vrij harde wind. Woensdagochtend kan er nog sneeuw vallen, daarna is het droog. Overdag wordt het zo'n 2 graden en 's nachts is het zo rond het vriespunt.